Yo mensen, welkom Community Craft. Ben er bijna, Sjaak. Ja. Ben er bijna. Doe ze even snel, man. Waar ik ben er bijna, denk ik dan, hè. Ik zit bijna op die coördinaten die je zijn doorgegeven. Ja, kijk, ik zie je nog niet. Als je schaapjes ziet... Nee, schaap. Oh, niet shit. Oh, snel. Hallo. Hallo, motherfucker. Toet, toet, motherfucker. How are you doing? I am doing well. Kom uit je boot. Hallo. Oh, hi. Maak wel even je bootjes zo. Dus dit is the place where the magic happens. This is the place where the magic happens. Yeah, yes. Holy shit. This is fine. This is a brown sheep. Look at it. It looks like you, hè, my friend. No, I'm black. Dat is niet de goeie. I'm black. Jij bent black. In the winter, no. I'm black. When I'm sick, I'm black. Nou, in ieder geval. Yo, hey, Ricardo. What the fuck? Waar ben je? Huh? Oh, ja, dat is een paard. Die wil ik hebben? Nee, je kan hem niet hebben. Oh. Ga vanaf. Ga van het paard af. Ik zit zo leuk. Ga dan vanaf. Wacht, het hoeft niet. Oh, ja. Oh. Oké, okay. Nee. Kom nou. Huh? Oh, kom nou, wat moet je nou even naar je bedje leiden? Oh. Oh, nee. Oh. Zo, let go. Nee, je kan niet op het biggetje zitten. Oké, okay, kom. Ricardo, dit is het huisje van Gamers Activity. Dit is ook, by the way, het eilandje van Gamers Activity. Dat is ook deels van mij. Ah. Dat is mijn huisje aanbouw. Ik kom even hier eventjes een stukje... Ik kom hier een aandeel van stelen gewoon. Ja, soort van. Dit is jouw bedje. Even in de hoekie. Dat is mijn chest. Dat is Gamers Activity's chest. Heb je dit al gezien? Wauw. Ik moet me toch even aanpassen naar je, weet je wel? Ik wou je nog shizzle gaan geven. Ik heb hier... Nee, dan heb je hier verse. Ik hier, 33. Alsjeblieft. Oh, en een leesje shit. En een leesje shit? Aan 33 heb je niet genoeg. Echt wel. Juist wel, vriend. Je hebt er genoeg dan. En ook een beetje eten voor je. Ja, maar deze is voor jou, weet je wel. Het gaat er al om dat je mij hebt gegeven. Ik neem dan wel die kapotte chestplate. Oh, wacht, okay. Ik wil wel dan een nieuwe... Dan doe ik deze terug. Dan moet ik er twee hebben nog. 1, 2. Ja. En ik wil ook een... Heb een Iron Horse Armor. Oh, we kunnen... Oh, shit, ja. Ik heb hem doodgemaakt. Laat maar. Ik had Horse Armor. Hey. Ho, snap. Waar the fuck wat? Is... Oh. Wat? Ik heb volgens mij de deur opengelaten en een paard is naar buiten gegaan. We hadden een blauwe paard met Diamond Armor. Oh nee. Gaan we hem zoeken? Ik wil een paard hebben nu. Ja, waar is die paard? Of heeft Gamers Activity hem gepakt? Ik weet niet. Wat doe je? Ik ga dood, zoek je. Wat doe je? Oh! Oh my god, ben je nou zo noobie? Dit zijn de bomen, by the way. Je kan je bomen hakken en shit. Als je de seed maar terugplaatst. Inderdaad. Hoe komen jullie aan stenen? Dan gaan we even jouw stenen hakken. Ja, ik heb al stenen. Ik heb cobblestone. We moeten een dak hebben. We gaan even vandaag... By the way, mensen. We gaan vandaag met het dak beginnen. Want mag ik een onderverdieping in jouw huis eventjes als tijdelijk opslaghuis gebruiken waar ik kan slapen? Ja hoor, tuurlijk. Maar dan moet je wel hier naartoe komen. Ja, holy shit! Dit is allemaal voor Gamers Activity. Dat is niet van mij. We moeten het nu nog gaan bouwen. We kunnen toch cobblestone van hem pakken? Ik heb cobblestone. Maar waar is zijn mijn dan? Want waar haalt hij zijn cobblestone vandaan? Dat weet ik niet. In ieder geval, ik ga even naar mijn huisje toe. Dan gaan we onder in jouw huis ook zo'n mijntje bouwen. Ja. Ik ga de vloer vast eruit halen. Het zou tof zijn als ik een crafting table hier had in mijn Oso. Ja, in je Oso? In mijn Oso. Maar by the way, mensen, voor mijn mensen die van Dus David komen, en die Ricardo niet kennen. Ricardo die was mijn compagnon, nu nog steeds, met video's maken voor Sjaak en de Gamers. En op dit moment, wat doe je? Een tunnel.
Nou, wacht even. We gaan eerst even een goede... Ik ga even steen hakken voor een dak en shit. Oké, ik heb al een stekkie kobbel, hè. Maar je moet het wel netjes maken. Ik ga ook zo'n huisje hier beneden maken, weet je wel? Net als wat hij heeft. Oké. Hoe diep wil je? Echt helemaal naar de aardbodem? Nee, niet al te diep. Maar misschien is er een soort van zo'n dungeon. Dat is wel leuk. Dan kan je bijvoorbeeld tussen die steegjes en zo. Maar in ieder geval, Ricardo, vertel eens wat over je kanaal, man. Nou, wat zal ik eens even vertellen, dames en heren? Nee, ik heb ook een kanaal, de Ricardo V heet. Zoals ik heel vast wel ergens zetten. Ja. Ja, en wat ik daar doe is eigenlijk ook game. Ik heb het een tijdje laten liggen, omdat ik gewoon druk was met Shark en Gamers. En ja, ik vond het leuk. Alleen uiteindelijk dacht ik toch van, doe het toch maar niet en zo. Mm-hmm. En nu dacht ik van, nou ja, nu gaan we gewoon allebei gewoon los wat doen, weet je. Misschien is dat veel leuker dan alleen, of met z'n tweeën. Ja. En daarom hebben we er ook voor gekozen. Er zijn ook andere dingen geweest. Volgens mij hebben jullie de video op de Stavet ook gezien. En ik hoop dat het mensen het goed vinden. Het is niet dat wij niet meer gaan opnemen. Want mensen zeiden van, oh my god, nu gaan jullie helemaal niet meer opnemen met elkaar. Het wordt helemaal stom. Ik vind het niet meer leuk. Maar ja, nee, echt. Helemaal stom. Ik zweer je, sommige mensen die deden dat echt. Ik had een Instagram fotootje geplaatst. En mensen zeiden al meteen van, nou, wat gebeurt er met Ricardo? Ik ging echt bij wijze van spreken gingen ze huilen. Het was net geen emoji van een huil iets. Maar ik snap het ook wel. Het idee erachter is gewoon dat we juist gewoon veel samen gaan opnemen, maar dan los. Gewoon. Inderdaad. Zodat we allebei een beetje ons eigen dingetje kunnen doen. Dat als ik iets anders wil doen, dat het niks te maken heeft met Shaq en de Gamers. En als, of bijvoorbeeld, weet je wel, want ja, dat was eigenlijk wel grotendeels van Shaq. Uh-huh. En als Shaq iets wil doen, dat het gewoon van hem is. En dat niet per se ook van mij is, zeg maar, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus wordt het allemaal even wat simpeler. En gewoon hebben een beetje ons eigen dingetje en dangetjes, zoals Shaquille dat het zegt. Ja, dingetjes en dangetjes. Ik vind het altijd mooi. Hoe laag ben jij? Nou, ik heb... als jij een schepje naar beneden kan pleuren, dan zou ik het heel erg op... Ik heb geen schepje. Even... Kijk, hallo! 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 Heb je Optifine? Ik heb Optifine. Hallo! Alleen, ik gooi drop je dit. Drop hem. En ik gooi dit. Ik heb voor de rest heb ik niks. Oh, en mijn... Dat schepje ging kapot. Ja, mijn schepje dus ook. Hij viel op de grond en hij ging kapot. Serieus? Maar is dat al het hout dat je hebt? Want ik kan nu niet meer terug naar boven. Dat je het even weet. Je hebt toch cobblestone gehakt? Ja, ga ik het gat weer dichtbouwen? Oh ja, weet ik niet. Wacht, ik neem even een chest mee en dat. En quartz. Sorry, meneertje, hoe heet die? Gamers Activity. Ik ga even naar je chest room. En ik pak even wat stuff, want hij heeft echt heel veel stuff namelijk. Mag wel, denk ik. Tuurlijk. Het is Patrick. Patrick is lief. Stone cobblestone. Nou, hij heeft tering veel. Sand of gravel. Wat is dat? Neem even wat stone mee, dan kunnen we het hier beneden mooi dichtmaken. Oké, cobblestone of cobblestone? Cobblestone kan ik hier halen, alleen het is meer, we hebben hier heel veel gravel. En ik wil wel gewoon een soort mooi gangpad ervan maken, weet je wel? Dus het is wel leuk als we eventjes dat gravel kunnen weghalen en dan daarvoor in de plaats... Is het allemaal leeg? Wacht even. Nether. Nether quartz. Wat kan je met nether quartz? Weet ik eigenlijk niet wat je daarmee kan. Volgens mij kan je toch er vol van maken en dan een blok ervan maken ofzo? Nether quartz, is dat zwart? Nee, het is... Dat witte? Ja. Volgens mij is het gewoon voor, om aan te kleden, zeg maar. Ja, je hebt van die... Nee, even een schepje mee. Een scheppie. Ja, ik moet schepjes maken. Dat is dus het kut ervan. Ik heb hier nog sticks en wood beneden. Ik heb alleen tools. En ik weet ook mijn niet... Mijn iron pickaxe is bijna dood. Ik heb een iron shovel voor je. Oh, iron pickaxe heb ik. Ja, gooi die allebei maar even naar beneden. Kom maar. Ik gooi even twee voor je. En ik moet nog even een eigen schepje hebben. Heb je een shovel? Nee, ik heb helemaal niks. En dan moet ik even een shovel maken voor je. Twee maar, want ze gaan echt verdomd snel kapot. Ja, die iron dingen gaan heel snel, maar... Oh, by the way, probeer nu naar boven te komen, want we moeten echt nu even het dak erop zetten. Want anders kunnen we niet verder bouwen. Jij kan toch ook hier eventjes een torch meenemen en hier beneden komen hakken? Wacht even, waar zijn sticks? Ik heb geen sticks. Nee, maar ik heb sticks. Ik heb sticks en kool. Als je maar een workbench hebt, want ik heb te weinig hout.
die heb ik niet namelijk. Oh, hoeft helemaal niet. Ik kan ook gewoon hier. Ik heb het. Oh, ja, kan wacht niet even. Oh, ja. Ik moet... Oh, fuck. Er is al een zombie aan het wachten op mij bij de voordeur. Ik moet een dak erop maken, Ricardo, want anders kan ik niet verder bouwen. Maar je kan toch hier bij mij komen? Gaan we hier beneden eventjes maken? Maar we hebben niet eens een dak. YOLO waterpolo. That's what Rick Broers says. Want ik heb echt een shovel nodig hier beneden. Ja, een shovel gooi ik nu naar beneden. En een pickaxe. Pickaxe komt. Oh, wil je diamond pickaxe hier? Oh, ja, maar... En een iron shovel. Alsjeblieft. Een diamond pickaxe. Die shovel is bijna dood. Ja, fuck, ik heb geen... Ja, weet je wat? Fuck dit. Ik gebruik even mijn huisje. Ik heb geen wood, jongen. Echt stom gedaan. Oh my god. Oh my freaking god. Wat? Waarom maak ik een workbench? The fuck? Heb jij nog stone? Voor mij. Die kan je naar beneden droppen. Ja, die gooi ik nu naar beneden. Maar ik wil sticks hebben. Nu heb ik je nog stone? Ja, genoeg. Gewoon even normale stone, hè? Geen cobblestone. Ja, normale stone. Ik weet niet of ik gewoon dat naar heb beneden. Gepakt. Dan kan ik hier even mooi. Kan ik het hier even mooi. Heb ik niet gepakt, sorry. Je kan wel een furnace maken. En dan het ja, hakken. Ja, dat is wel veel werk. Die shovel is dood. Serieus? Wacht, ik maak shovels voor ons. Oh, dit hakt wel lekker snel. Zo, ik gooi shovel naar beneden. Komt ie! Hoor je zo in een echo. Au! Oké. Wat heb je allemaal vandaag gedaan, Ricardo? Vandaag? Ik werk de hele dag. Nou, wat moest je allemaal doen? Oh ja, we hebben wat leuks. Vertel. Ja, ik weet niet. Je had wat leuks. Dat weet ik nog. Had ik wat leuks? Ja, ik weet niet. Ik zeg maar wat. Heb ik dat gemist? Ik weet het niet. Ja, jullie zijn allemaal vanaf vandaag... jarig. Daarom deze video. Gefeliciteerd. Speciaal voor jou. Voor de mensen die vandaag van jarig zijn, gefeliciteerd. Pizza en shit. Inderdaad. Mooi. Ik vind het helemaal mooi. Party. Waar is je birthday cake? Ik weet niet. Is het cake? Birthday cake. Oh, er komt opeens een spin naar beneden, jongen. Oh, yo. Kan je nog een workbench naar beneden gooien? Oh, snap. Een creeper. Oh, hell waarom no. Waarom gebeurt alle actie bij jou? Waarom gebeurt alle actie snap. Bij mij? Kom hier. Oh, snap. Daarom zei ik van, ik wil een freaking motherfucking... dak. Dan gebeurt dat niet, namelijk, weet je. Jezus, vriend. Jezus, Louises. Oké, ik heb bijna mijn grond er helemaal uitgehaald. Dus dat is mooi en dat is goed. En de spin gaat weer omhoog. Hi, spin. Ga je lekker even door, spinnetje. Ja, spinnetje in real life bedoel ik, hè? Oh. Ja, inderdaad. Dat ging naar beneden en ging weer omhoog. Nou, doei, spin. Hij komt op de webcam, hey. Hey. Weer omhoog. Oké, maar wat zullen we als grond doen? Ik weet het. Ah, nee, wacht. Ik ga eerst mijn dak maken. Zal ik mijn dak van kobbel maken? Ja, dat kan je doen. Of je maakt er van woed, dan moet je even werken. Nee, want ik stel het even bij meneertje Patty. Patty Bart. Moet het wel even op een lijstje zetten en weer terugzetten. Mm-hmm. Maar er zijn genoeg bomen, dus vindt hij niet erg. En als je het erg vindt, dan jammer. Ja, grapje. Boom, boom, boom. Ik hoor vleermuizen, kerel. Priep, 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 priep. Zand, dirt, gravel, hout. Hey. Hij heeft nog fucking veel hout, vriend. En stone. En dat. Oh, ik kan goed aankleden, jongen. Komt helemaal goed. Heb ik al genoeg voor dinges? Ja. Nou, Ricardo. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed, jongen. Als je even wat hout hebt, drop het naar beneden. Dat zou erg fijn zijn. Jij bent echt een schooier. Ik haal net hout... Voor even dat onderste gedeelte, weet je. Ja, maar ik moet even die chests maken, hè. Even kijken.
Het is voor een goed doel, hoor. Ik heb al heel veel stacks met stenen. Oké, dat is goed. Ik ga eerst even de grond maken hier. Of de vloer. De fundering. Als mensen het nog wisten van Sjaak en de Gamers. De fundering. Oh ja, dat wij gingen discussiëren over wat dat nou was. Oh, goeie. Oh, hey, ho. Hey, dat is Kelly. Ja, alle actie gebeurt boven, joh. Maar don't ask me freaking. Hier, ik ben gewoon dik aan het design beelden hier beneden. Dus niet komen. Oh shit, hij heeft gewoon een pants gedropt. Een pants? Gouden broekje. Had hij zo'n dikke bierbuik, zo'n dikke bierpants? Bierpants. Er is dus hier in de freaking, er is dus, ja, hoor deze. Er is hier in Almere Poort een winkel geopend. Weet je hoe die heet? Ja. Biggie Man Kleding. Biggie Man? Dat is voor dikke mensen. Oh shit, ik ga dood. Biggie Man Kleding. Zie je het al voor je, Ricardo? Biggie Man Kleding. Jongen, dat is zwaar. Ga niet praten over mijn Biggie Man Kleding. Je weet het allemaal niet. Oké, ik ben... Zie ik echt allemaal van die dikke, donkere kerel. What the... Wat doe je? What the hell? Sexy? Waarom kom je kijken? Ik was net zo mooi bezig. Oh, dit is sexy, Ricardo. Ja, ik denk ik moet toch een beetje designen in 2014, weet je wel. Dus ik denk dat moet ik gewoon even doen. Het is een beetje hipster, dus... Ik kan wel. We doen drie hoog. Daarom. Even kijken. Zo en zo en zo. Nou, de fundering bovenin is gelegd. Alleen ik moet nog een ander deeltje nog wat echt sick zou zijn trouwens. Als we boven ergens water hebben liggen, maar dat het hier beneden erin komt ergens. Wacht even hoor. Ja. Gewoon. Kom eraan. Gewoon hier of zo. Wat zo. Daar moet water in komen. Daar moet water in komen. Oh, dat je dan naar beneden gaat. Nee, hoeft niet dat je daar naar beneden gaat, maar gewoon dat er gewoon een water langs loopt. Dan is het mooi hier beneden. Nou, dan moet ik een bucketje maken. Dat doen we wel een andere keer. Oh, ik snap wat je bedoelt. Dan doe ik dit bovenkant hier zo. Ik snap je. Zo. Doe je gewoon een beetje water in zo meteen. Ja. Nou, even mooi. We hebben nu een ondergedeelte. Daar ga jij even tijdelijk wonen, tussen de chest of wat? Ja, natuurlijk. En dan... Als zoomen Minecraft ineens in. Ja, dat heb ik ook. Had ik net ook. De POV is niet meer real. Maar, oh, zo. Ik heb het weer. Nou, anyway. Ik denk dat we hem af gaan sluiten voor vandaag. Ik vind het helemaal prachtig. Prachtig. Ik vind het helemaal prachtig. Jongens, ga ook even naar het kanaal van de Ricardo V. Dus van Ricardo. En wil je nog wat zeggen, Ricardo? Tot de volgende keer, appel en peer. En we zien jullie dan weer. Oh! Dat was zo mooi. Die was zo mooi ruim. Doe even een like als je het leuk vindt. Kijk ook even in de beschrijving voor de playlist van Community Craft. En dan spreek ik jou de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Yo! Yo, later!